Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren aan bijkans 70 leerkrachten en docenten een certificaat uitgereikt voor het succesvol afronden van 4 modules van het Systems-project. Het gaat in deze om de Systems Master Trainer Facilitators en Teachers die gefinancierd werd door de Islamitische Ontwikkelingsbank, ISDB. Systems staat voor Supporting the Integration of Science, Technology, Engineering en Mathematics in Secondary Education voor Suriname. Volgens Padu Sechayer, projectleider van Systems, is het doel van dit project om de eerder genoemde vakken op een andere manier en geïntegreerd op secundair niveau in Suriname te verzorgen. So the purpose is to take the teacher on what subject they are teaching, but expand their skills to other subjects, so to integrate other subjects into what they are teaching. So it is about enhancing their own pedagogical practices, engaging the students in the way they want to learn better. And the goal of this project is to first train a group of at least 50. And the success of a program is always dependent on how many teachers continue to stay in the program. I was very fortunate that there are about 70 teachers at least. So we are supposed to train 5,000 more secondary education teachers. So we are going to be training probably around 60 to 70 teachers each. So each of the trainers will be training 60 to 70 teachers so we can reach 5,000 teachers. Leerkrachten en docenten verbonden aan CENASU, LOBO, EOL en het SPI mochten hun certificaten in ontvangst nemen. Manuela Veldkamp, directeur van het LOBO, geeft aan dat zij en haar leerkrachten specifieke didactische en pedagogische skills meekregen. Hebben tijdens de modules van Systems. Zij vertelt wat zij met de ingewonnen informatie zullen doen. Om eigenlijk met 21st century skills studenten op te leiden. Je kan het eigenlijk toepassen binnen alle modules die je verzorgt. En tevens kan je ook natuurlijk de mensen, hoe moet ik het zeggen, leren om kritisch na te denken over wat ze doen, hun eigen creativiteit te gebruiken. Maar ook het leren en de verantwoordelijkheid van het leerproces meer bij de studenten te laten. Het niveau is eigenlijk het niveau vanaf 12 tot ongeveer 16, 17 jaar, dat is eigenlijk de focus. Maar wij gaan het dus natuurlijk ook, we kunnen het eigenlijk overal gebruiken. Want de bedoeling is dat je als mens uitgerust moet zijn met die 21st century skills. Die competenties en het kritisch denken, creatief zijn, technologie gebruiken. En als je iemand daarmee bent uitgerust, gebruik je het voor de rest van je leven. De training is verzorgd voor leerkrachten en docenten in Paramaribo en andere districten. De gecertificeerden zullen vervolgens de komende groep dan zelf kunnen trainen om mee te gaan met de 21ste eeuwse manier van lesgeven.